beste mensen, welkom. En ook in het bijzonder onze nieuwe burgemeester, Boy Scholten. De twee wethouders zijn hier aanwezig, Jurgen Visser en Harry Bakker. Harry. Ja, dankjewel. Kort maar krachtig, Peter. Dat heel mooi. Nou, hartstikke welkom allemaal bij het jubileum van SWO. 25 jaar. Hele mooie foto's gezien. En als je binnenkomt, dan zie je al meteen dat er mensen een glimlach op hun gezicht hebben. Dat er verbondenheid is. Dat mensen elkaar kennen. Dat ze zeggen, hey, hoe is het met jou? Een knuffeltje. Ik zie Mireille natuurlijk lachen. Die kennen we allemaal. Maar heel veel bekende gezichten in ieder geval. En dat is natuurlijk ook de kracht van SWO. Die zijn klein begonnen, vanuit de kernen eigenlijk, in de opbouwfase nog. Eerst als Stichting Welzijn Ouderen, maar al snel werd het ook Stichting Welzijn Ondersteuning. Omdat er heel veel met vrijwilligers werd gewerkt voor alle mensen in de gemeente Drimmelen. En dat betekent dat jullie een hele belangrijke taak hebben in onze gemeenschap. Maar als je die foto's goed bekijkt, dan zie je dat jullie overal zijn. Jullie zijn met het automaatje bezig. Er wordt gegeten, gedronken, geknutseld, gezwommen, biljarten. Alles komt er nou. En dan zijn er ook zo vaak de mensen die helpen, elkaar helpen. Want SWO hoort in Drimmelen, blijft in Drimmelen, hebben heel belangrijk werk. En dat is bijna niet meer weg te denken. Dus we mogen dat echt koesteren. En ik wil jullie heel erg feliciteren met jullie 25 jaar jubileum. En nog echt heel veel jaren. Dankjewel. Dus hartstikke goed. Mogen jullie even ons feestlogo onthullen? Want we hebben dit in het kader van 25 jaar bestaan daar even een aanpassing op gedaan. Op het bestaande logo. Harry, als jij aan de ene kant gaat staan en Jiske aan deze kant. Jullie zien die rode knijpers. Als jullie eraf willen halen, dan krijg je hierbij het feestlogo te zien. Ook namens het toezichthouder bestuur van SWO wens ik u vooral een mooi en comfortabel nieuwjaar toe. U zult zich misschien afvragen waarom gebruikt ze het woord comfortabel. Ik hoop dat het een jaar wordt waar mensen minder zorgen hebben, zich meer kunnen ontspannen en plezier mogen maken, zich inderdaad daardoor meer comfortabel voelen. SWO gaat u daar zeker ook het komende jubileumjaar mee helpen. Ja mensen, 25 jaar bestaat deze prachtige organisatie, waar ik zelf bijna 8 jaar als voorzitter van het bestuur en samen met het bestuur aan heb mogen bijdragen. SWO, een organisatie die verankerd is in de samenleving van de gemeente Drimmelen, met de goede samenwerking met het gemeentebestuur en onze netwerkpartners. In die 25 jaar is er veel gebeurd, maar ook veranderd. Voor mijn aantreden als bestuurslid was mijn man al vrijwilliger bij SWO. Toen was er nog geen automaatje, maar hij reed toen samen met andere vrijwilligers al regelmatig met mensen naar het ziekenhuis. Hij was ouderadviseur en hij heeft in het begin zelfs nog maaltijden rondgebracht en vertelde mij dan, Jiske, ik ben vaak de enige persoon die die mensen zien op een dag. Ze hebben zo behoefte aan een praatje. Maar daar heb ik eigenlijk gewoon geen tijd voor, want er wachten nog andere mensen op hun maaltijd. Dan koppelde hij dat terug naar het SWO. Die speelde daar weer op in. En er werd er vaak een vrijwilliger ingezet. Wat zeker het welzijn van die persoon ten goede kwam. En zo is de cirkel weer rond. En zo moet het zijn, omzien naar elkaar. En ook mooi te zien op deze mooie banner die ik samen met Harry Bakker net heb mogen onthullen. 25 jaar, we gaan het vieren. Als bestuur zijnde wensen we SWO en u dan ook een mooi en comfortabel jubileumjaar toe, waar wij naar uitkijken om u te mogen ontmoeten. Dank u wel. Zometeen ga ik iets vertellen over ons jubileumprogramma. En ik had een speech gemaakt. Vorige week al. En twee nachten geleden werd ik badend in zweet om 4 uur wakker. Ik ga het anders doen. Ik ben eigenlijk niet alleen een trotse directeur, maar ook een heel blij directeur. Want ik heb iets mogen doen wat mijn hobby is. Dus ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn beroep gemaakt als directeur. Na heel veel omzwermingen kwam ik bij het SWO terecht. Ik zeg, het SWO? Het SWO? Nee, de SWO toch? Nee, hier op de Maai zeggen ze, ik werk bij het SWO. Dus, afijn. Ik word aangenomen als directeur en ik eigenlijk heel korte tijd begon ik me te verwonderen. Zoals je ziet, dit is mijn harem inmiddels. Ik zou willen dat er meer mannen in welzijn durven werken,
Ik hoop dat die tijd ooit komt, maar ik ben heel trots op dit team wat het met elkaar runt, samen met al die vrijwilligers. Hier zie je tal van activiteiten die wij dit jaar gaan organiseren of bij aansluiten in het kader van ons 25-jarig bestaan. En ik zal een klein aantal even toelichten, want het is anders te veel en ik heb maar een paar minuten spreektijd, ze hebben ze me gezegd. Dus ga ik even doorgaan naar maart en daarin gaan wij aan de slag met NL Doet. We doen het weer. Samen. We gaan nog meer doen bij NL Doet, maar dat zie je dan tegen die tijd wel. Dan hebben wij ook nog Automaatje. Wat is dat een succesnummer, jongens en meisjes. Automaatje bestaat in maart 5 jaar en dat gaan we ook vieren. April, dan start de fotowedstrijd. Want soms zeggen beelden meer dan 1000 woorden. En we hebben samenwerking gezocht. We doen het weer. Samen. Met Fotoclub Denasa uit Wagenberg. Want van april tot oktober gaan wij een wedstrijd organiseren. En dan vragen wij inwoners of mensen die betrokken zijn bij Drimmelen om in beeld te brengen. Wat is voor jullie nou de waarde van welzijn? Jullie. Wij gaan grote lokale ondernemers steunen. Wij gaan met onze vrijwilligers op pad. Wij gaan een boottocht maken. Het wordt geen cruise naar Noorwegen, maar dat zit er niet in. Maar we gaan wel een hele leuke dag maken. En wij hopen dat op die manier jullie op deze te bedanken voor jullie inzet de afgelopen jaren. Dan augustus, hap en stap. We gaan door de gemeente. Boy, dat moet je aanspreken, want je had het over, ik wilde alle kernen goed leren kennen. Waarschijnlijk heb je al heel veel bezocht tegen die tijd, maar deze activiteit beveel ik jou van harte aan om door Drimmelen te trekken op de fiets. En dan gaan we happen stappen. Dan kom ik bij de Week van de Mantelzorg. Want mantelzorgers zijn enorm belangrijk om de directe ondersteuning en de liefde en aandacht en de zorg te geven aan degene waarvoor zij mantelzorgen. En die blijven een hele belangrijke rol vervullen in onze samenleving. Dus ik wil ook even een applausje voor onze mantelzorgers. Dat wordt weer een hele week. En dan tot slot hebben wij een mini-congres. En dan heb ik net verteld, jullie zijn allemaal relaties, hè, met SWO, van cliënten, zoals Jiske zei, van mantelzorgers, van vrijwilligers, van netwerkpartners en opdrachtgever, gemeente. Wij hebben voor iedereen dus wat wils in ons programma zitten. En in december gaan wij een mini-congres organiseren waarin wij ingaan op de waarde van welzijn. Gaan we ook die foto's die ingezonden zijn ook exposeren. We gaan ook workshops houden en wat keynote speakers uitnodigen om iets te vertellen. En daarmee sluiten we dan ons jubileumjaar af. Ja.